Hallo, ik ben Roderick Leeuwenhart, schrijver van Pindakaas en Sushi. Ik heb dus een boek geschreven vorig jaar, maar ik ben al veel eerder aan het schrijven gegaan. Toen ik een jaar of 12, 13, 14 jaar was of zo, heb ik al mijn boeken geschreven. Bed van de Weerwolf en de vernietiging van de planeet Aarde. En allemaal onzin. Nou ja, niet onzin, maar ja, wat je schrijft als je zo jong bent is natuurlijk ja, een beetje suf. Maar dat is niet erg. Het punt is, toen ik zo oud was, kon ik eigenlijk dagenlang, wekenlang achter een PC zitten en me helemaal suftypen. En dan kwam er gewoon aan het eind van de week of 2 weken zo'n boek uit. Maar tegenwoordig kan ik dat niet meer. Want als je opgroeit, als je ouder wordt, dan kom je er eigenlijk achter dat ja, dan zeg maar, je legt de lat steeds hoger voor jezelf. En als ik nu een boek schrijf, dan doe ik er misschien wel een jaar over. En in die tussentijd begon ik me eigenlijk af te vragen van, ja, wat is nou eigenlijk goed schrijfwerk? Wat is nou een goed boek? En hoe doe je dat schrijven? En de manier die ik vond om dat op te lossen, om dat antwoord te vinden, was door heel veel te gaan lezen. Dus ik begon van alles te lezen. Ik ging literatuur lezen, maar ook kinderboeken, sprookjesboeken, filosofie. Ik ging pulp lezen, science fiction en fantasy pulp, maar ook non-fictie, bijvoorbeeld boeken over biologie en evolutie. Alles om maar een zo breed mogelijk kader te krijgen van wat is nou eigenlijk een boek en hoe zet je dat in elkaar? En toen ik daarmee klaar was, ja, had ik echt zo'n stapel boeken gelezen. Maar ik kon nog niet echt zeggen van waar ligt het nou aan? Want waar je achter komt als je dat soort boeken leest, ook heel veel goede boeken leest, want wat ik las was geen van alles slecht, maar je komt erachter dat elke schrijver zijn heel eigen stijl heeft. Dus als je bijvoorbeeld iets leest van, om een paar mensen te noemen, bijvoorbeeld Salman Rushdie, die schrijft hele pagina's en paragrafen vol met een train of thought. Dus die begint gewoon ergens te schrijven, zie ik in de vormen, en dan begint hij en dan aan het eind komt hij aan het eind en dan heeft hij gewoon alles opgeschreven, ongefilterd wat hij dacht. Terwijl als je het contrasteert met een andere favoriete schrijver van mij, David Mitchell, ja, diens proza is zo verschrikkelijk mooi afgemeten. Elk woord staat perfect op zijn plaats. Er is geen overtollig zinnetje erbij. Er zit een heel groot verschil tussen. En als je dat weer vergelijkt met bijvoorbeeld H.P. Lovecraft, ja, hij doet eigenlijk dingen waarvan een moderne schrijver zegt van, oeh, doe dat alsjeblieft niet. En toch werkt het. Hij gebruikt namelijk ontzettend veel bijvoeglijke naamwoorden en lange moeilijke zinnen. Het is natuurlijk ook al 100 jaar oud. Kijk, luister maar. My searchlight expired, but still I ran. I heard voices and yowls and echoes, but above all, there gently rose that impious, insidious scurrying, gently rising, rising, as a stiff, bloated corpse gently rises above an oily river that flows under endless onyx bridges to a black, putrid sea. Something bumped into me, something soft and plump. It must have been the rats. The viscous, gelatinous, ravenous army that feasts on the dead and the living. Nou, als je dat zo hoort, zo schrijft helemaal geen enkele schrijver meer tegenwoordig. En toch is het goed schrijfwerk. Dus wat moet je hier nou mee? Al die schrijvers doen totale verschillende dingen. Het lijkt voor geen meter op elkaar. Dus de enige conclusie die je hieruit kunt trekken, is dat je hebt natuurlijk al die regeltjes. De regels van schrijven die je kan in je achterhoofd kan houden als rules of thumb. Van write what you know, show don't tell. Maar uiteindelijk komt er maar op één ding neer. En dat is, goed schrijfwerk is alles wat interessant is. Als het maar boeiend is. Als jij je lezer maar op de een of andere manier weet te prikkelen, boeien, huilen, lachen, dan is het goed. En natuurlijk is het fijn om in het begin, als je een beginnend schrijver bent, je vast te houden, een soort kader te hebben, dat je weet van, oké, ik heb deze regels en daar ga ik me eventjes in verdiepen. Maar later, als je je eigen stijl begint te ontwikkelen, ja, dan is de sky the limit. Dan hoef je je eigenlijk niet meer te houden aan de regels, dan kun je ze breken. En dan kun je echt je eigen ding gaan doen. Dat is goed schrijfwerk. Ik heb waarschijnlijk nog een hele lange weg te gaan voordat ik daar ben. Maar ik ben in ieder geval op pad. Hopelijk had je hier iets aan en de gouden tip in dit geval is gewoon, ga heel veel lezen, want daar leer je het meest van als je wilt schrijven. Dat was hem weer voor vandaag. Als je het leuk vond, abonneer je op dit YouTube-kanaal, like mijn Facebook en stuur je vragen naar
schrijverleeuwhart@gmail.com. Tot de volgende keer. Houdoe.